mooi uit. Ja, dat is geweldig. Ja, de laatste keer dat ik hier geweest ben, was het nog niet zo zoals het er nu uitziet. Maar je was hier? Ja. Carrière switch? Nee. Ik heb wel heel veel respect voor artiesten. Uh-huh. Mensen die op een of andere manier heel creatief zijn. Uh-huh. Nee, ik was hier samen met Anton bij Jochem. Jochem Otten, de directeur van het Speelhuis. Uh-huh. Om gewoon eens even kennis te maken. We hebben elkaar nooit echt gesproken. Het is natuurlijk een geweldige locatie, het betekent heel veel voor Helmond. Gewoon eens even maar koffie drinken en even kijken hoe we dingen met elkaar kunnen doen in de toekomst, waar verbinding zit. Mm-hmm. En dat was mooi. Ben je eigenlijk bij meerdere grote, de Speellijst is ook iets wat echt bij Helmond hoort, als je Helmond opnoemt, noem je ook een Speellijst op. Ja. Daar heb je meerdere dingen van in Helmond, zijn jullie die meer aan het zoeken? Gewoon om zo een klik te leggen dadelijk voor ook in de toekomst een nieuwe stadion en om meer te gaan verbinden in Helmond, zeg maar. Ja, met name dat. Kijk, dat was ook in de vorige vlog wat ik volgens mij heb gezegd en ook al vaak naar buiten gebracht. De stad Helmond en de regio is er altijd heel erg trots dat we een BVO hebben, Helmond Sport, in Helmond en de regio. Maar in deze tijd moet je ervoor zorgen dat je dingen altijd met elkaar doet. En dat je als betaalvoetbalclub 1 op sportief vlak presteert. En waardoor mensen zeggen van daar schaaf willen we graag een stadion voor komen. Maar ook op allerlei andere vlakken moet je, wat ik dan zelf noem, waarde creëren. Mm-hmm. En dat doe je dus met elkaar. Dan zit op cultuurvlak, dan zit hem op zakelijk vlak en zeker op een maatschappelijk vlak. Ja, dus het is voor mij heel belangrijk om zelf sport te zijn, om naar mensen toe te gaan en mee te nemen in de reis die we maken vanaf gisteren naar het nieuwe stadion. Mm. Ja, dan mag het Speelhuis niet te ontbreken. Kortom, achter het scherm genoeg positieve verrichtingen bezig naar die toekomst toe, naar de nieuwe stadion toe. Ja, we maken gewoon heel veel stappen vooruit. Mm. Maar Overwij komt weer met als eerste over sportief. Over de stand van de ranglijst en zo hoort het ook. Reis die Helmond Sport moet maken, overtuigend vertellen, terwijl jij zegt van ja, ik heb een contract in 2020. Hè, dan moet je ook echt. Dat je eigenlijk de eindfase in principe nog niet meemaakte. Nee, het is vooral tot minimaal 2023 wat je aan het vertellen bent. Maar dan moet je ook ervoor zorgen dat je je verbindt aan heel die periode. Mm-hmm. Dus daar ben ik blij om. En maar op basis van het voetbal, even het voetbalgericht, je komt daar, je aanstellen, of je eerste klus was aanstellen van een nieuwe trainer. Ja. Heb je gedaan met Rob Alphen. Vervolgens hebben jullie samen met Louis Kolen en ook Erik Klein, als ik het goed heb, een selectie samengesteld. hoe ben je daar tot zover tevreden mee? Qua invulling, als je even terugkijkt naar de selectie die jullie samen hebben gesteld, eventjes de ranglijst loslaten op dit moment? Ja, dat is moeilijk, hè? Het is ook heel moeilijk. Het is om heel dat los te laten, hè? Ik bedoel, de ranglijst loslaten. Ik bedoel, wat je op de stand ziet en op scorebord ziet staan, zo is het. Mm-hmm. En daar zijn we natuurlijk helemaal niet tevreden over. Daar hadden we niet willen staan. Dus dat is duidelijk. Maar als ik zeg maar terugkijk waar we mee zijn begonnen, waarbij het 5 jaar minder is gegaan en dat moeten we zo snel mogelijk daarin keren. Mm-hmm. Dan heb je gewoon te maken met 1, een budget vaststellen. Vervolgens ga je kijken hoe kun je nou ervoor zorgen dat je ook met elkaar nadenkt over samenstelling van een selectie. Mm-hmm. Dan maak je ook op basis van je idee en financieel mogelijkheden op beperken die er zijn. Mm-hmm. Ga je aan de slag. En daaromheen kijk je ook buiten het samenstellen van de selectie, kijk je ook naar de voorwaarden die eromheen zitten, hoe je ervoor zorgt dat je die selectie daarin goed helpt ontwikkelen en begeleidt. Mm-hmm. Ja, en kijk, in sport is niet altijd de vinger erachter te krijgen of het goed gaat of minder goed gaat. Mm-hmm. Als je heel de voorbereiding ziet, als je daarmee begint en die film dan terugspeelt, dan hebben we gewoon een hele goede voorbereiding gehad. Mm-hmm. We hebben totaal met een nieuwe staf en een nieuwe selectie. Wel weinig tegenstand, hè? Alleen Heracles was eigenlijk een club waar je wel echt
tegenstander had. Saudi-Arabië was ook een behoorlijke tegenstander. Maar Brandenvoort en TEC. Nou, kijk, als je het doelt van kun je kritisch naar voorbereiding kijken en hoe is dan die krachtsverhouding, heb ik al vaker gehoord. Daar is best wel iets van te vinden om daar een eerder stadium bij te kijken van hoe is die opbouw. Ik denk dat we dat beter kunnen doen. Een leermoment voor de volgende voorbereiding? Denk het wel. Een aantal dingen liggen daarin al gewoon vast. Waarvan ik vind dat, als je het hebt over Gemert, in dit geval op Brandenvoort, dat zijn ook twee partners in onze regio. Waar het hartstikke goed is om daar tegen te voetballen. Hè. Je moet ook soms dingen teruggeven. Ja. Maar je moet ook heel goed kijken, en dat heb je denk ik wel een punt, om te zorgen dat je een voorbereiding maakt met tegenstanders die uiteindelijk voor zorgen dat je ook soms een keer op je kloot hebt gekregen. Ja. Maar Heracles, en dat wil ik zeggen, en ook tegen die Saudi-Arabiërs, Saudis, ik kan wel eens maar zeggen. Ik zou het echt niet weten hoor. Ja, is hebben wij de potentie laten zien wat in die groep zit, klopt, binnen onze mogelijkheden. Ja. En als je dan de eerste thuiswedstrijd ook even terughaalt, die is al best wel ver terug. Twente. Tegen Twente, dan zie ik de kant de koppen nog van het Eindhovens Dagblad van de dag daarna. Van echt een avondje helmsport zoals het verleden was. Echt iedereen. Ja. Ja, en als je dan nu in vandaag gaat staan en je dan waar je staat, ja, dan is daar een groot verschil. Maar loskomend op de vraag, ben je tevreden over de selectie die jullie hebben samengesteld? Kijk, het is nu heel makkelijk, want je staat bijna onderaan, je hebt nog geen overwinning te pakken na 13 speelrondes. Maar ja, je vraagt erop. Ja, maar we hebben. Het is niet zo dat wij zomaar even zeg van tombola, we gaan een paar jongens bij elkaar halen. We hebben daadwerkelijk gewoon binnen onze mogelijkheden gekeken wat we kunnen. Daar, hoe dat gegaan is, zijn we tevreden over. En spelers ontwikkelen zich soms wat sneller en soms wat minder snel. Zeker als je wat jong bent, dan gaat er wel vallen en opstaan. En zeker als jij soms een paar keer gelijk speelt of verliest en je staat daar waar je nu staat, ja, dan spelen er andere krachten en machten om daar om vertrouwen je ding gewoon te blijven doen. En daar hebben jonge spelers wel meer moeite mee als dat je een paar oude rotten tussen hebt lopen. Die daar gewoon eigenlijk professioneel mee om kunnen gaan. Dat moet je ook leren. Mm, maar die hebben we heel weinig. Hè? Ja, als je gaat kijken qua selectie wat we nu hebben, hele jonge jongens. En eigenlijk de vaasten zijn veel verzelder en Kiel Knops hier dan bij zijn gekomen. Steven Edwards die we al in de selectie hadden. Ja. Daar verwacht je ook van dat hij de enige ervaring qua keukenkampioen divisie heeft. Maar is dan niet achteraf dat jullie toch zoiets hebben van hadden we toch maar geprobeerd om een enkeling, een paar jongens die nog te jong zijn, te rijp zijn, links te laten liggen en in plaats daarvan echt te gaan zoeken specifiek naar of karakterspelers of spelers die in ieder geval de klappen van de zweep hebben gehad. Gewoon jongens die zeker in zulke periodes een jonge groep bij de hand kunnen nemen en eigenlijk zeggen kom op jongens, want er zit voetbal in. Ze hebben het bewezen, Twente thuis, NEC thuis, ja. Maar je zit nu in een spiraal die dat tussen oren gaan zitten. Ja, je kunt zo bij ons in de technisch platform komen met Louis en met Erik en Robbie, omdat al die dingen die jij noemt, die vink je allemaal af. Mm-hmm. En daar hebben we heel veel tijd met elkaar in gestoken. Dan heb je het over ervaring, wat jij zei, of een stukje kracht, of een stukje, jij noemt dat karakter. Ja. Terwijl daar hebben we ook heel erg naar gekeken, hè, naar of ze inderdaad ook bij Helmsoort pas en karakter hebben. Mm-hmm. Thibaut Swinners daar vind ik een positief voorbeeld van. Juri Poelmans ook wel. Ja, en dus die dingen die vink je af. Maar je hebt ook te maken met de mogelijkheden die je op dat moment hebt. Mm-hmm. En wat de markt ook zeg maar te bieden heeft. Maar de markt had geen spelers te bieden die bij dit Helmsport zouden kunnen passen. Qua ervaring, qua karakter. Nee, die hebben wij niet in beeld gebracht rondom de posities die wij zagen hoe wij willen voetballen. Maar is het huiswerk dan wel goed gedaan? Als ik nu zo zie, heb ik al eerder tegen gezegd, een Brian Smeets, kijk, het is achteraf misschien wel lullen dat hij nou de een of andere in legt bij ons. Maar het is wel een speler die echt perfect in handen had gepast. Ja. Kale kop, tattoos, geeft gas, heeft enige ervaring. Is ook bij Top Bos iemand die de ploeg op sleeptouw neemt. Dat zijn wel de spelers die wel leven in de brouwerij brengen. Want als ik nu met alle respect naar de spelers van nu kijk, het is ook een beetje dood. Er zit niet echt leven. En er zijn een paar jongens waarvan ik denk, hey, die kunnen praten.
de rest. Ja, ik ben het niet met jou eens. Mm-hmm. Nogmaals, we hebben ook laten zien dat we in de voorbereiding en een aantal wedstrijden tegen goede tegenstanders, dat er wel in zit. Mm-hmm. Jij noemt Brian Smeets, maar zonder op namen in te gaan, al die facetten die jij noemt, ook die zijn we vervolgens nagegaan. Hij is niet op jullie lijstje gestaan. Op ons lijstje. Kijk, we hebben niet zozeer een. Als je kijkt naar de spelers die er waren, je kijkt naar de bezetting, je kijkt naar hoe je wilt voetballen, dan ga je kijken wat daar past daar bijvoorbeeld bij. Mm-hmm. En dan word je doodgeroepen met allerlei spelers. En daar moet je werk in doen, dat je jezelf hebt gezien. Mm-hmm. En niet zomaar een speler zomaar binnenhaalt. En dan met elkaar in overleg gaan en keuzes maken. Zo simpel is het eigenlijk. En dan achteraf kun je misschien zeggen van wat dit of dat, of zo of zo. Mm-hmm. Wat belangrijk is dat je gewoon continu kijkt van inderdaad, hebben we dingen beter kunnen doen? En dan moet je dat weer leren voor de volgende keer. Maar zonder op namen in te gaan. De selectie van nu kijken, heel veel met de langste ranglijst. Na 13 wedstrijden nog geen overwinning. Waar gaan jullie het dan zoeken? Waar het aan kan liggen? Ja, maar waar zit die knik in die kabel? Ja, kijk. Er is niet altijd zomaar vinger achter te krijgen. Mm-hmm. Dat willen we wel graag. En iedereen heeft dan in voetbal, en dat is ook terecht, dat is ook mooi. Je hebt dan een bepaalde mening over, zoals jij ook jouw mening mm-hmm. over hebt. En dat levert ook altijd reuring op ja, de voetballerij. Leuk toch? Dat is ook zo'n mooi spelletje. Maar het is niet altijd zomaar vinger achter te krijgen. Mm. Zeg jij maar waarom dat we tegen Twente dat wel deden en nu tegen Roda niet. Dus als dingen niet goed gaan. Mm-hmm. Dan moeten we wel zorgen dat we dingen verder gaan en niet gaan lopen zeiken en zeuren in de club en rond het elftal, maar werken aan datgene wat beter moet. Ja, maar dat is toch ook wel goed van belang om elkaar een keer de waarheid te zeggen. Zeker, toch? Ja, dat gebeurt intern ook wel. Ja, ja, om gewoon eens te zeggen van ja, dit op deze hand, op deze voet kunnen we niet verder. Er moet enigszins iets gaan gebeuren, misschien wellicht met op een positie versterking erbij. Ja, we kunnen gewoon zorgen dat je met die potentie die je hebt, zorgen dat het gewoon dat wordt verbeterd. En of er in de winterstop iets mogelijk is, ja, dat is nog de vraag. Omdat wij ook buitensportief gezien als organisatie enorme ontwikkeling daarin zijn. En dat geldt financiën is ook een belangrijk verhaal en dat je zorgt dat je gewoon een gezonde club bent en geen onverantwoorde beslissingen doet. Het is heel makkelijk winkelen met als jij thuis bent, dan heb je ook gewoon een portemonnee. Mm. En als er 100 euro in zit, dan ga je geen bankstel kopen van 1000. Nee, nee, terwijl je misschien vindt dat de bankstel dat ergens anders dan een beter bankstel staat. Dus dan moet je wel heel goed doen, vind ik, als betaald voetbalclub. Dus of dat kan, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, dus dat wordt er afwachten qua budget, qua een speler, want ik neem niet aan dat jullie, als jullie de mogelijkheid hebben, dat jullie een speler gaan halen voor maar een half jaar. Toch? Wat ik denk, logisch, dat het wel een speler is die ook na het seizoen dan nog. Nou, als je een speler aan toe zou kunnen voegen, en je hebt dan een speler die onder contract daarin neemt, dan is iedere liter dat je dat dan doet, dat je hem zeg maar binnenhaalt om vervolgens weer het seizoen daarna nog tegen nog verder kan ballen. Ja, ja, maar dat weet je nooit precies in op dat moment of dat voorradig is en of dat kan of de speler dat wil. En in de winterstop vaak spelers halen, dat is vaak niet zo'n succes hoor. Nee. Klopt ook inderdaad wie of wat. Ja, als je op je positie zeg maar denkt van daar zou een betere kunnen komen. Maar hebben jullie dat niet? Hebben jullie niet dat jullie op een bepaalde positie denken van hier kan we wel. Ja, absoluut. Je moet kritisch blijven kijken naar het elftal om dingen te verbeteren. Dus dat hebben we zeker wel. Want we hebben volgens mij 4 jongens die op nummer 10 kunnen. Bodi Brusselers, Koen Westdorp, Joran van der Graag en Dien Koolhof. Mm-hmm. Onze buitenspelers zitten heel dun in. Qua spits hebben we Arne Nouts dan, die het vorig seizoen heel goed deed. Ik was het in het begin van het seizoen helemaal met je eens toen je de vergelijking legde tussen de koelkast. Als je al de koelkast hebt, ga je een tweede binnenhalen. Gaf ik je eigenlijk gelijk in. Maar nu begin ik eigenlijk toch te twijfelen omdat Arne
niet scherp is. En wat wel de voorgaande jaren hadden, waren twee koelkasten in de spits staan. Of die we daar neer konden zetten, maar die elkaar wel telkens scherp hielden. Vorig jaar had je Nous Thomassen,